Hey hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Dit is een speciale aflevering. Ik ben vandaag bij de Retro Truck Tour. Ja, dat vind ik zelf nogal interessant. Alleen maar oude auto's, of oude vrachtwagens natuurlijk. Dus het is even wat anders als anders. Ik ga even kijken wat ik hier allemaal kan filmen. Ik zit in een luxe auto, want het regent. Dus dat is een beetje ruk. Dat is een beetje zonde. Ik sta bij de binnenkomst, dat de auto's binnenkomen. Ik sta hier ook omdat er ook een auto van Hartog van ons mee rijdt. Een oude DAF 95 XF. Helemaal opgeknapt, helemaal gerestaureerd. Super mooi. Dus Kees rijdt daar met Claudia, met zijn vrouw. Rijden ze samen mee, die hebben hem helemaal zelf gerestaureerd. Dus zometeen ook nog even een kijkje nemen in die auto. Misschien nog een stukje rijden met die auto. Maar dat gaan we allemaal straks pas doen. Ik ga eerst hier even kijken wat ik hier allemaal nog meer te zien kan krijgen. Kijk, dit is het jongens. Deze is mooi. Nou, we staan bij de auto. Helemaal top. Ik weet niet waar de jongens zijn, zie ik zo wel. Ik ga eerst even een rondje doen. Even kijken wat er nog meer van mooi staat. Vind ik wel interessant. Ik mag er even in kijken, dat is wel gaaf. We gaan even kijken. Dit is wel mijn ultieme droomauto. Al hou ik niet van dat plus, maar ik vind dit echt fantastisch. Zo'n oude Volvo. Kijk, oude telefoon jongens, mooi hè.
schitterend. Ja, ik denk dat ik dit veruit gewoon de mooiste auto vind die er staat. Gewoon platte oude Volvo combi. Echt fantastisch dit. Ongekend. Wat een auto is dit, zeg. Prachtig. Nou jongens, dit is Marcel van Tomre Transport. En die heb ik eigenlijk ontmoet eigenlijk via Facebook, hè? Ja, klopt je. Wat was het, vrienden? Ja, een of andere Facebook, volgens mij vrienden van transport of zo, zoiets is er in ieder geval. Maar goed, nu ontmoet ik het echt, dus dat is super tof. En Marcel wil ik nog even wat laten zien. En dat is ook trouwens, ja, de auto is van zijn werkgever natuurlijk. Maar Marcel heeft al verschillende toeren meegedaan. Kijk, hè, de Coolcast. Coolcast Premium. Hier. Lekker, hè? Ja, dat maakt niet uit. Kijk, een roosje, hè. Voor de romantische avond met die roosje met kaarsjes. Bakken zijn wel nieuw. Ja, heb je hem gewoon weg in de rotzooi? De bakken zijn wel nieuw, hè? Kijk of ik dat zo kan zien. Zeker. Ja, deze auto is echt prachtig. Van alles. De koelmotor is ook van dezelfde leeftijd. Aanhanger is van 1989. Ja. Helemaal uitgebouwd geweest. Nieuwe leidingen, nieuwe cilinders, nieuwe remmen. Ja, alles is gewoon nieuw. Alles is nieuw? Ja. Ah, dit... We hebben het dak iets moeten verlagen, want eigenlijk was het te hoog voor Europa. Maar nu is het gewoon netjes 4 meter. Keurig. Ja. Fantastisch. Echt mooi. We lopen nog even mee naar de andere kant. Ja. Het is ook een beetje oldschool, hè? Ik moet met die lampen branden. Ja, dat is ouderwets allemaal. Dat is ouderwets, hè? Moet, hè? Dit heb ik opnieuw opgeschuurd op het werk. Nou, dit kost wat, hoor, zo'n spul. De watertank, hè? Watertankie! Hier! Hoppa! Hoppa! Maak water. Ja, Marcel, jij bent al verschillende keren mee, gewoon verschillende toeren Europa nog meegedaan in de tegenwoordige tijd. Ja, gelukkig wel in de nieuwe tegenwoordige tijd. Ja, ja, daarom, maar pas geleden nog. Toertje, maar dit is gewoon wel leuk. Ja, mooi. Maar een veilige dag. Is dit niet alles? Nee, voor mij niet meer, hè. Maar wel super leuk om mee te rijden, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Het is fantastisch. Echt wel. Super. Ja. Helemaal goed. Nou, Marcel, dankjewel. Ja, graag gedaan. Helemaal goed. Tot de volgende keer. Ik ga nog even verder. Oké. Ik spreek je. Is goed. Hoi hoi. Jongens, gelukkig is het droog geworden. Blij toe. En anders dan is het helemaal zonde. Lopen. Kijk, dit is Claudia, hè? Hi. En dat is Kees. Geef je een lift, ja? Ja. Altijd welkom, hè? Top. Oh, dat geluid dan, hè? De Van de Blikkies? Ja, Van de Blikkies. De oude spelen. Wat ik nou hier zou hebben, hoor. Zit er deze? Thank you.
mooi is dit, hè? Ja, echt leuk. Zo leuk onderweg. Ja. De regen en de wind. Denk ik hoor, hier aan de zijkant. Ja, kan gelijk weer wassen. Ja, voordat het goed begon. Het regent er wel weer vanaf voor vandaag. Voordat het 6 uur de wekker auto wassen. Ook Duitsers zo vandaag. Ja, echt veel. En Belgen ook al. Het is mooi al die mensen die duimpjes steken, hè? Dat is ja, leuk. Ja, dat weet je. Allemaal wijzen naar die camera's. Ja, dat is leuk, hè? Ja, zo gaan ze even. Ik moest het hele pestijd lopen. Kijk, je hoort een stukje. Ja, waarom helemaal daar staan, joh? Ja, wist ik dat? Ik wist niet of je daar. Ik denk, het is hier ergens. Nee, joh. Dat wel. Ja, wij hebben maar te praten, ik dacht er niet mee na. Even langs die jongens rijden. We zijn op de zaak en we zouden eigenlijk nog een rondje doen met de DAF, maar de DAF is eigenlijk gelijk even naar binnen, want ze gaan even gauw kijken, ja het is pas zaterdagavond, dan gaan ze even kijken, want die remmen, hij remt scheef of zo, dus ze gaan even kijken wat dat is. Dus vandaar. Ik heb nog geen stemmen gezien die hier op de. Nee. Ze zijn gelijk binnen, hè? Gelijk eronder.
Maar wat een auto, hè? Gewoon helemaal zelf gerestaureerd, die jongens, hè? Echt fantastisch. Even een testrondje, want het is alweer geregeld. Slippen? Ja, een beetje glad hier, bochtje. Ja, dat is een gevaarlijk bochtje, hoor. We gaan zo nog even een blokje rijden. En dan vertelt Kees zelf zo meteen even hoeveel uur erin zit aan restauratie en dergelijke. Alles gespoten. Mooi in de blanke lak. Mooi, hè? Nou, volgens mij is die uit 2000 of is 2001 die auto. Maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Dus dat zou ik zo even van Kees vragen. Nou jongens, dit is Kees. Hoi. En Kees gaat even wat vertellen over de auto. Maar Kees, wanneer heb je hem gekocht? Hij is in 2020 aangekocht. Ja. Maart. Begin van de corona, dacht ik dat we druk hadden. Ja, ik weet het nog, dus dat scheelt. Dat we tijd over hadden om een projectje te starten. Ja, wat heb je er allemaal aan gedaan? Alles? Ja, eigenlijk alles. Echt alles? We hebben eerst alles eraf gesloopt. De brandstoftanks, bumpers, alles is erop. Ik zal trouwens ik zal een paar foto's tussen toevoegen hoe dat het project een beetje verlopen is. Dat is wel leuk, misschien om te laten zien dat mensen een klein beetje een idee hebben. We hebben alles gesloopt. Ja, eigenlijk is het leven begonnen als een auto van een dagdealer in Berlijn. Ja. Dag Berlijn, dag camper. Ja. Toen is die verkocht aan een Bosnische tuiner, landbouw gebeuren. Ja. Dus, ja, hij had weinig kilometers, alleen was niet zuinig mee omgegaan. Ja. Alles was kapot. De bunkers waren krom, de boenen was de gebruikelijke dorpen waren doorgerot. Ja. Maar allemaal netjes nieuwe frisse maken. Hij is van 2000, zei ik net. 2001. Oh, 2001, dat is toch fijn. We hebben netjes dorpjes gemaakt. Ja, het is wel een beetje vies, ik heb er niks aan het weer. Nou ja, daar doe je niks aan het weer, dat is zonde. Ja. Hij is morgen nog gewassen. Daar zie je niks meer van, nee. Maar dat geeft niet. Dan hebben we er andere tanks onder gemaakt. Ja. Alle luchtketels hebben we in het chassis verhangen. Chassis ingekort. RVS bumper erop gemaakt. Ja, dat is mooi, hè? Ja, leuk detail. Er zit een luchtinlaat van een DAF 95 op. Want we wilden een links en rechts een cabinetrapje. Ja. Ja, normaal zit daar die snorkelpijp, dus dat kan je niet kwijt. Ja. Dat is net deze op gefabriceerd. Ja, dat is netjes. Alles zelf gedaan. Met behulp van een vriend. Ja, je bent gelukkig niet zo handig, Kees. Dumpbox erop. Wat nog mooi is het kantpomp accu's in weggewerkt. Ja. Leuk detail in de spiegels. En links en rechts hetzelfde. We hebben dat is alleen voor de kenners die dat weten. We hebben de versnellingsbak gerealiseerd. De motor, nieuwe notkast erin, motor uit elkaar, wat stuivertjes gerealiseerd. Ja. Ja, interieur gediend met behulp van een goede wind. Ja, en de buitenkant alles opgebouwd. En alles gespoten, Engelse zonneklep erop. Ja, een originele Engelse zonneklep. Komt van de sloop af van een auto van AZ. Lichtbak, die heb vroeger op onze treintrekker gestaan, Scania 93.
luchtkorrels zijn echt de originele production luchtkorrels. Dat zie je ook niet veel meer. Nee, die kan je nergens krijgen. Nee, ja, klopt. Ja. En hier ook, dat is bij een hoop, dat vind ik wel leuk. Kijk, bij een hoop auto's worden bepaalde details vergeten. Soms gaat beeld even weg. Maar kijk, zelfs hier onder is het gespoten, jongens. Dat kunnen jullie niet zo heel goed zien. Maar dat vind ik dan weer super mooi. Dat ik denk, als je het doet, doe het dan goed. Ja, en de luchtleidingen zijn niet gespoten. Alleen de luchtleidingen die origineel van de fabriek gespoten zijn, die zijn gespoten. En de rest niet. Gewoon zoals het hoort, netjes. Ja. Nou komt het hoor. Zelfs hieronder, hè? Gespoten. Stickers, er zit een blanke lak overheen. Ja. Kees is precies, precies, hè? Nou, we gaan zo even een stukje toeren. Dus helemaal top. Het is weer even wennen, even schakelen. Goeiedag. Even wennen. Ik vind het wel machtig hoor. Hier, dat went alweer snel. Dan ga ik volgende keer met Scania van Joos ook. Ik vind het zo bizar dat dit gewoon 22 jaar oud is ofzo. Ik vind dat eigenlijk niet. Ja, het gaat een beetje zwaar, maar voor de rest valt het eigenlijk nog wel mee. Ja, en geen tedem tedem. Nee, dat is beter. Geen tedem tedem inderdaad. Kom vriend, waarom doe je het niet? Nee, inderdaad, geen tedem, heerlijk. Nou, Kees gaat hem nog even afspuiten na dit slechte weer. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi hoi!